eindelijk na 2 jaar is het weer zover dat de Mijl van Maris door mag gaan. Het is eigenlijk 3 jaar geleden, want 2 jaar is het afgelast. En naast me staat voorzitter Bram Baks. Hoi Bram. Hoi Jan. Het is inderdaad 3 jaar geleden, hè? Ja, helaas wel. Ja, 3 jaar geleden. We hebben vorig jaar nog een klein stuiptrekking gehad met ATB toch? Mm-hmm. Maar nee, echt een volledige Mijl is al 3 jaar geleden. Kunnen jullie het nog? Ja, dat moet natuurlijk blijken. Mm-hmm. Maar we gaan er met vol enthousiasme in. We hebben er heel veel plezier in. Ik denk dat we het nog kunnen. Ja. Daar ben ik niet zo heel bang voor. Jullie hebben een heel groot enthousiast team. Ja, nee, absoluut. We hebben natuurlijk een hele, hele enthousiaste basis. Ja. Veel mensen die graag willen helpen. Ja, waar we absoluut op draaien. Tuurlijk. Je merkt wel dat het elk jaar toch wel lastig is om iedereen bij elkaar te krijgen. Mm-hmm. Dus dat is voor nu nog wel echt een grote uitdaging. Dus als er nog mensen zijn die zeggen, we willen meehelpen, met liefde en plezier. Welkom. Ja. Absoluut welkom. Die basis is fantastisch. Ja. Zonder die kun je niet draaien. Nee, zeker. Nee. Het is op zaterdag 30 juli. Ja. Ja. En er is eigenlijk weer van alles te doen. Absoluut. Nee, het gaat van het wielrennen weer naar het feesten, naar overdag van alles en nog wat. Dus ja, inderdaad... Zoals vanouds. Ja, het begint al om 1 uur of 2. Ja. Tegenwoordig hebben jullie 2 feestpleinen. Dat klopt. Daar hebben we al een paar jaar gelukkig. Ja. Dus we hebben een feestplein aan de Stationstraat met een grote feesttent. Die met name eigenlijk los zal gaan na de profronde. Ja. Natuurlijk is er gedurende de dag al het een en ander te doen. Ja. Ook de inschrijvingen en aanmeldingen van de verschillende races die zijn daar. Maar ook op het Jan Vreesplein hebben we een plein, kinderplein ook met name, waar 's middags al van alles nog wat te beleven is en het feest eigenlijk al kan beginnen. Ja. Ja. Vanaf 1 uur of 2 smiddags, hè? Vanaf 1 uur of 2 smiddags, absoluut. Ja. Een vol programma, dikke bandenrace. Kun je nog eens uitleggen wat dat is? Ja, nou, de dikke bandenrace is een race, eigenlijk 3 races in verschillende leeftijdscategorieën voor kinderen die op basisschool zitten. Mm-hmm. En dan op basisschool in de breedste zin van het woord, overal waar je vandaan komt, je kunt gewoon meedoen. Okay. Kunt je inschrijven op de website. En dan is het gewoon leuk om op jonge leeftijd al een beetje kennis te maken met een wielerrace, maar met name ook met de Mijl van Maris. Je fietst hetzelfde rondje. Ja, dat is leuk. Hopelijk staan er dan al wat mensen langs de lijn. En zeker de papa's en de mama's en opa's en oma's. Zeker. Die ze lekker aanmoedigen. En waar ze gewoon met veel plezier over het parcours kunnen fietsen. Ja. Ja. ATB-tocht? Ja, de ATB-tocht. Die hebben we gelukkig vorig jaar ook kunnen doen. Ja. Die doen we ook dit jaar weer. Dus we hebben een aantal enthousiaste wielerfanaten die dat elk jaar voor ons willen uitzetten en dat we opgezet hebben. Ook dit jaar gelukkig weer. Dus een mooie ronde in de omgeving van Marese. Dus ook even over het parcours, maar daarna ga je echt het veld in. Ja. En daar weten ze elk jaar weer een mooi rondje van te maken, waar mensen met heel veel plezier aan meedoen. Ja, dat is ook te merken. Ons altijd echt veel deelnemers. Hè? Ja, gelukkig wel. Gelukkig veel deelnemers. Op een leuke manier. Gezelligheid hoort daar ook bij. Ja. En een mooi onderdeel van. Ja. Ja. Grote prijs van Kranendonk? Ja, de Grote Prijs van Kranendonk. Een race waar met name gericht op mensen uit Kranendonk. Mm-hmm. Die het leuk vinden om een keer in de race deel te nemen. Ja. Zonder dat je meteen tussen de profs zit. Gewoon met veel plezier. Maar wel met een wedstrijdverband. Wel een beetje fanatiek. Mm-hmm. En als ik kijk naar hoe hard die mannen rijden. Ja, mag best aardig je best doen. Ja, en is dan weer een verschil met de Grote Prijs van Tim? Ja, de Grote Prijs van Tim is toch weer is niet per se op Kranendonk gericht, maar toch ook weer daarbuiten een klein stukje, ook op Kranendonk. Maar met name wel echt gericht op mensen die al wel wat meer raceervaring hebben. Dus die toch nog een tandje harder gaan en dat ook een tandje veel kunnen houden. Maar ook echt het race-element erin hebben. Je ziet ook bij de echte races hoe dicht die mannen naast elkaar fietsen. Ja. Hoe hard dat gaat door de bocht. En je moet niet bang zijn. Spannend. Dus daar is de mensen die daar wat ervaring hebben. Nou, ook dat, maar ik denk ook wel om mee te doen. Als je het helemaal gewend bent, valt het misschien wel mee. Maar ik denk dat ik hem dun zou hebben. Ja. Ja, en dan de profs wielerronde? Ja, en dan de profs wielerronde inderdaad als afsluiter uiteraard. Dus een aantal bekende renners en minder bekende renners. Maar wel allemaal profs die er zullen deelnemen en een spektakel zullen laten zien. Dan krijg je toch echt een beetje... Ja, met die namen zijn jullie nog bezig? Ja, die namen zijn we nog bezig. Dus toch altijd iets wat echt pas in de laatste twee weken echt naar voren komt. En dus we zitten daar wel tegenaan. We zullen daar snel wel wat namen in bekend kunnen maken. Ja. Ja, dat loopt echt allemaal nog. Ja. En waar iedereen natuurlijk naar uitkijkt, de Q Music Party.
Ja, natuurlijk het wielrennen ook. Maar nee, de Q-party. Op het moment dat het wielrennen afgelopen is, hebben we weer de Q-music party. Drie jaar geleden hebben we die natuurlijk gehad. En dat was een succes, was gezellig, was leuk. Draaien voor ieder wat wils. Mm-hmm. Iedereen kan daarin mee. En vandaar dat we ervoor gekozen hebben om dat dit jaar weer te doen. Ja, absoluut. We willen wel weer, hè, na drie jaar, hè? Ja, absoluut. Ja. Ja, je merkt dat dit soort dingen toch gemist worden. En niet alleen bij jezelf, natuurlijk ook. Maar met name ook bij anderen. En dan is het mooi om het te mogen organiseren. Maar ook gewoon, ja, ik denk mooi dat we het weer met z'n allen kunnen gaan doen. Ja. Zeker. Ja. En het is jullie weer gelukt om twee prachtige rondemissen te vinden? Ja, absoluut. Dat is Maaike Engelen en Laura Verton. Mm-hmm. Ja, gewoon super dat we er weer twee gevonden hebben. Die ook lekker enthousiast erin meegaan. Ja. Die het leuk vinden. En ik ben blij dat we ze... Dat is weer zin voor hem ook. Ja, en dan echt maar racer meiden. Ja, absoluut. Dus natuurlijk probeer je, het is de Mel van Maris, je probeert daar te kijken. Kranendonk uiteraard, je probeert daar toch ook gewoon je totaal in te zetten. Het is maar, op zich, ja. Maar nee, het is wel leuk om weer een keer twee echt maar racer meiden te hebben. Kan me helemaal voorstellen. Ja, absoluut. En jij, Bram, ga je ook fietsen? Ja, misschien van huis naar het parcours, maar verder niet zo heel veel. Zelfs niet de dikke bandenrace. Niet de dikke bandenrace, daar ben ik wat te oud voor. Dus misschien dat zo'n lief meedoet, maar ik zelf inderdaad niet. Nee, op zo'n dag zelf, je bent de dagen van tevoren bezig met de voorbereiding. Ja. Die dag zelf druk met van alles en nog wat bezig. Ik hoop dat ik wat tijd heb om rond te lopen. Ja. Maar verder, gewoon veel plezier. Want eerlijk is eerlijk, Bram, het kost heel veel voorbereiding, hè? Nee, het kost veel voorbereiding. Op die dag zelf kost het veel tijd. Maar het is leuk om te doen. Ik bedoel, het is mooi en fijn om met zo'n organisatie bezig te zijn. Ja. Om zoiets te mogen neerzetten. En als je dan inderdaad met een goed gevoel en een goede afsluiting uiteindelijk kunt doen. Ja, dat doe je natuurlijk. Dat doe je voor. Ja, het is de 59ste, dus jullie zijn wel gewend, hè? Nou ja, goed, ik ben nog geen 59, dus ik heb ze niet allemaal meegemaakt. Maar we zijn wat gewend. Er wordt natuurlijk al een hele tijd georganiseerd. Mm-hmm. Ook wij zitten er inmiddels al weer een paar jaar bij. Ja. Zijn er natuurlijk wel mee opgegroeid. Dus jarenlang langs de kant gestaan. En we hebben er wat ervaring in. Maar het blijft toch elk jaar weer spannend. Ieder jaar is weer anders. Ja, zeker. Absoluut. Bram, inschrijven kan gewoon op de website? Ja, inschrijven voor de verschillende races kan op de website. Als je daar naar het programma gaat, dan staat achter een linkje bij elke race waar je in kunt schrijven. Dan ga je naar de inschrijfpagina en dan wijst het zich eigenlijk gewoon vanzelf. En dat kan tot korte tijd voor de wedstrijd gelukkig. Ja. Hoe eerder, hoe liever. Er zit een maximum op. Dus hou daar rekening mee. Maar mensen kunnen nog steeds inschrijven en graag zelfs. Nou, ja, fijn. Absoluut. Ja. Ik wens jullie veel plezier. Succes met alles. Dankjewel, dat komt helemaal goed. Het wordt vast weer hartstikke leuk. Ik mag het hopen, absoluut. Dankjewel voor de uitleg. Dankjewel. Bedankt. Hoi. Dit was hem. En we kijken uit naar 30 juli, de Mel van Maris. Hoi.